Ik neem aan dat iedereen er wel klaar voor is nu. Ik denk het wel. Worden ze niet warm van de muziek? En sporten dan wel warm van mij, denk je niet? Dat dacht ik ook. U bent er helemaal klaar voor, laat ik het zo zeggen. Zet hem op. Ja. Voor de hoeveel kilometer gaat u? 5 of 10 kilometer? Ik ga voor de zit. Voor de zit? Ja. Oh. Wij doen de zit. Ik denk, jullie zijn er helemaal klaar voor. Nee, wij bijna doen vooraan. De zit. Daar staan ze. Ja, dat wel. Die gaan lopen, die daar al. Oh, oké. Oh. Had ik het verkeerd gezien? Ja. Is dit een voorbereiding voor de wedstrijd? Of, zeker voorbereiding, ja. Want heeft u een beetje last van gespannen spieren? Of is ja, het... ik ben heel erg gespannen, want ik wil natuurlijk heel goed gaan lopen. U wilt presteren? Uiteraard. Heeft u veel geoefend voor de wedstrijd? Net niet genoeg en daarom gaat zij me nu nog even helpen. Oh, een soort afsluitende training dit? Ja, precies. De puntjes op de i ja. zetten. Ja. Nou, ik zou zeggen succes met de wedstrijd. Dankjewel. Die wil ik ook net. Dames, gaan jullie ook hardlopen vandaag? Nee. Niet? Helemaal niet? Ja, we gaan alleen kijken. En misschien wel een stukje mee. Ja, wie zal zeggen. Straks misschien eventjes, toch? Ja. Nou, dit is ook veel leuker, moet ik zeggen, sminken. Heel leuk, allebei. Ja, allebei. Hallo. Dan hebben we nog even een paar regeltjes, huishoudelijke regeltjes. We lopen tegen het verkeer in. De wegen zijn niet afgesloten. Het is wel een 50 kilometer zone, het hele gebied. Overal staan verkeersregelaars. En halverwege het parcours hebben we een waterpunt. Bij de finish vraag de chip weer inleveren. En misschien is het handig als de, bij de start de iets langzamer lopers, ik weet niet of het niet zoveel zijn, maar dat die een beetje achteraan gaan starten en de snellere lopers vooraan gaan staan. Dan gaan we nu naar de start toe. 3, 2, 1, start! U houdt het tijdschema een beetje in de gaten, of? Nou, ik ben gevraagd om de boel aan elkaar te praten een beetje. Aan elkaar te praten? Dus, en de tijdschema's, daar hebben jongens in de wagen voor, die dat haarfijn bijhouden. Die houden dat bij, oké. Ja. Okay. Nou, het is een mooie start. Het is een mooie start, mooi weer. Eerste keer, ik hoop de eerste keer van nog velen die volgen. En het is een mooi evenement, het wordt een mooi evenement. Ja, dat is het eigenlijk al. Een hoop deelnemers. Hoop deelnemers, 235, ja. Hoop animo. Engeland, Duitsland, alles is erbij. Dus, kijk, het is een internationaal internationale wedstrijd. Ja. We hebben gelijk een Engels en een Duits record, hè, wat ze kunnen zetten en verbeteren volgend jaar. Dus, kijk eens aan. We horen steeds omgeroepen dat ze of op een bepaalde weg staan of wat dan ook. Hoe weten ze dat van tevoren? Wordt dat doorgetelefoneerd? Nou, iedere deelnemer heeft een chipje op zijn schoen. Dat is zijn tijdregistratie. Hij is dus ook begonnen over die mat te lopen. Dan wordt hij gelijk geregistreerd bij de start. Daar is die mat voor. En als ze terugkomen moeten ze over de mat weer terug. En dan zijn ze precies geregistreerd tot op de seconde van wat hun tijd is. En dat kun je dus natuurlijk nu ook in de gaten houden waar ze lopen. Ja. Ja. Het kan misschien resulteren in een fotofinish. Dat kan ook nog, ja. Er zullen nog wel wat met gelijke tijden binnenkomen, ja. Ja. Dus techniek staat voor niets. Wel professioneel aangepakt, ja. Ja. Ik denk dat ik hoop dat jullie even verder op de
Bent u een beetje op schema binnengekomen, meneer? Ja, 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 ja. Mooie tijd, dacht ik. Ik zou het zelf niet nadoen, laat ik het zo zeggen. Nee, ik had een goede tijd. Het was mijn beste tijd van dit seizoen zelfs. Kijk, op de hoogtepunt meteen. Eigenlijk wel, ja. En dat is true. Mooi weer, fantastisch, mooi parcours. Dat dacht ik. Volgend jaar weer. Voor herhaling vatbaar. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Entourage ook allemaal fantastisch. Ja. En uiteraard de vrijwilligers zijn we erg dankbaar, hè, dat die het verkeer regelen en zo. Want zonder die mensen kunnen wij onze sport niet beoefenen. Dus extra dank voor die mensen. Een beetje op tijd binnengekomen? Of? Ik heb geen idee. Het is mijn eerste wedstrijd en ik ben vergeten te kijken. Geen idee. Oh. Ik denk iets van 33 minuten, maar ja. U heeft er ook niet voor getraind? Of? Ja, we hebben er 3 maanden speciaal voor getraind voor mijn broer. Die zit in de organisatie. Okay. En hij wist dus niet dat wij met z'n allen meededen. We doen met 8 man hebben we dus meegedaan. Oh, kijk eens aan, als verrassing. Tot, als verrassing, ja. Hij wist dat niet, want hij hoopte dat een van zijn broers meedeed. En nou deed er opeens 8 mee. Oh, kijk eens aan. Dus zonder dat hij dat wist. Dus we hadden wat startkaarten geritseld. Oh, okay. En konden we zo meedoen. Dat was leuk. Ja. Ja, het was onze eerste wedstrijd. Dus, ja, nou, toch een mooie tijd, dacht ik zo. Ja, geen idee. Maar binnen een half uurtje? Dus dat, wel 3 maanden, 's morgens om 6:30 het bed, 3 keer in de week. Om te trainen. Ja, okay. Dus gaat er niet helemaal vanzelf. 5 kilometer loop je niet zomaar. Er moet wel voor geoefend worden. Er moet wel wat voor gebeuren, ja. Maar het is gelukt. Het is super mooi weer. En een mooie medaille. Dacht ja, ik een zo. Mooie medaille. Ik weet niet wat erop staat. Geen idee. Proefrondjes roe. Ja. Oh, kijk. Nou, dat is echt de eerste. Dat staat er volgend jaar niet meer op proef. Dus nee, ja, wordt geen idee wat ze gaan. Ja, ja. Ze hebben een link gemaakt met proeven van hapjes en drankjes. Oh, vandaar het proefrondje. Ze hebben er allemaal kramen en je kunt dus allerlei dingetjes proeven. Dus ze hebben een proefrondje. Dus het is een beetje dubbel. Beetje dubbel. Dus waarschijnlijk blijft dat wel proefrondje. Als je dat goed aanslaat, dan... U blijft nog even voor het eten? We blijven nog even proeven voor de massagebank. En, oh, kijk, lekker. Komt helemaal goed. Ja? Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, fijne middag. Oké. Okay. Ja, dat kan. Nog even gas op, we zijn er bijna, kom op. Jullie verzorgen proeven in het proefrondje. Ja, klopt. Het is hier iets anders geworden. Maar we gaan nog op een andere setting was dan geworden. Ja, dat is in aanwachting. Nee, we weten het nog niet. Oh, dat weten jullie nog niet. Ze worden opgenomen. Dan zeg ik niks. Nee, precies. We wachten. Eventueel gefeliciteerd zijn. We wachten het nog af. Ja. Nou, kijk staan. Heel linker dan stopt in de bal. Onderop. Dat ging hard. We hebben al volle wachten voor gaan. Maar die meiden niet op. Linda, ja? Een beetje mooie tijd gemaakt? Of, ik weet het niet. Ik dacht 34 minuten. Zoiets. 34 minuten. Maar ongeveer. Okay. Dat zat wel in de planning? Of, was dat... Ik wou eigenlijk 30. Maar ja, ik kreeg steken onderweg. Dus dan is het altijd lastig. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik had bij het waterkraampje niet moeten drinken. En dat had ik wel gedaan. Dus toen ging het niet goed. Oh, oké, okay, ja. Dat heb je wel eens, hè? Volgend jaar... Volgende keer beter. Binnen de 30. Ja, ga ik proberen. Je hebt een mooie tijd gemaakt, jongens. Wij weten het niet exact, omdat we zijn 6 of 7 minuten later gestart dan de officiële start. Omdat wij hadden een crematie voor die tijd van onze vriend Bas. En daar wilden we per se eerst naartoe. En we wilden toch ook lopen voor Bas. Bas was maar 33 geworden.
Dus dat was een aparte dag voor ons vandaag. Ja, dus dit was tegelijkertijd een soort eerbetoon aan Bas? Ja, uiteindelijk hebben we het op die manier maar opgevat. Om het allebei op dezelfde dag te doen. Bas Edens uit Lunteren. Okay. Vanwege een auto-ongeluk op de A1. Op 26 februari van dit jaar. Heeft lang in coma gelegen en is vorige week overleden. En toen dachten wij lopen wel. Maar dan lopen we met rouwbanden en we zijn misschien iets te laat. Zo be it, hè. Maakt niet uit. Dat doet er niet. Maar we hebben het allemaal volbracht en allemaal goed gelopen. Dus we zijn hartstikke blij. Ondanks alles zijn we toch blij. En we vinden het een hartstikke leuk evenement. Ja. Volgend jaar weer. Okay. We doen ons best. Oké, mensen. U zult begrijpen dat proefrondjes doen. Dat kan niet zonder sponsoren. Jan Dirk, tweede plaats. Van Hutte. Jan Dirk heeft fans meegenomen. Bernhard wint deze eerste editie van Proefrondjes Troe in een supersnelle tijd. Oh, fantastisch. Bernhard, even voor de foto.